bij Almere City zijn ze vrij zeker van hun zaak. Kijk maar, de road to the final die is ingezet tegen FC Os. De gevaarlijke nummer 3 van de Jupiler League. Almere City staat daar 12e. De komende speelronde is het Almere tegen Os, maar nu dus Os tegen Almere. En hier is de goal. Dat is even een prima begin voor Almere. Leroy Owusu. Die willen we nog een keer zien. Kijk, daar gaat hij. Owusu. Gaatje gezien. Ja, niet echt lekker aangepakt, maar wat een heerlijk effect geeft hij eraan mee. Os dus tegen een achterstand aankijkend. Zij staan dus derde in de Jupiler League achter Jong Ajax. En MVV. Hier een kansje van Dogan. Giel Kramer had daar geen problemen mee. Wel een hele erg leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar die marge is maar 1 dus. En hier wordt die niet vergroot naar 2. Esra Walian die hem naast mikt. Zien we dan niks van Os? Nou, niet heel veel. Hier een voorzet. Roel van der Sander zou dat kunnen doen. Maar Kramer heeft die bal. Zo is het dus 0-1 bij de rust. Zijn dit beelden uit de tweede helft. Hier is Valpoort. Valpoort die het ook zo goed doet in de Jupiler League. Hij schiet tegen Ronald Koeman junior aan. Jawel, de doelman van FC Os. Lange bal van McIntosh richting Valpoort. Je weet het maar nooit. Oh, als Daan Klomp gaat meewerken en dat doet hij hier. Dan is het hier beslist. Valpoort ook succesvol in de beker. Met een simpele goal eigenlijk. Door het uitglijden van Daan Klomp. Koeman kan daar niks meer aan doen. Valpoort des te meer. Een paar minuutjes dan nog te spelen. Als Os nog wel de goal zoekt. Dit schotje van de Sano via tegen de paal. Maar de road to the final is ingezet door Almere City. Ten koste van FC Os.